De ontwerpwet voorafgaande vrachtinformatieverstrekking 2021 moet de veiligheid vergroten bij de import van goederen. VHP-parlementariër Sjaan Binda zegt dat deze ontwerpwet een vervolg is van een overeenkomst die in april 2017 leidde tot de oprichting van de CARICOM Implementation Agency for Crime and Security, IMPEX. Het doel is om de criminaliteitsbestrijding binnen de CARICOM-lidlanden te verbeteren. Deze wet regelt de informatieverschaffing waarbij de focus ligt bij ASIS, Advanced Cargo Information System, welk een elektronisch informatiesysteem is van registratie en informatie om risicovolle ladingen te identificeren voordat ze onze havens binnenkomen. Importeurs zullen als gevolg hiervan voorafgaand informatie met betrekking tot hun lading aan de douane moeten verstrekken. Hierdoor zal de douane in staat zijn inklaringen en documentatiecontrole uit te voeren voordat vracht het land binnenkomt. Ook werd in verband met de veiligheid conform IMPEX het APIS, wat staat voor Advanced Passenger Information System, systeem geïntroduceerd waarbij passagiers reeds voor hun vertrek werden geïdentificeerd, hetwelk reeds vruchten afwerpt. In deze wet gaat het niet om goederenverkeer, maar om personenverkeer. De wet geeft ook aan dat voorafgaand aan de aankomst van vracht in Suriname de informatie binnen 24 uur aan de bevoegde instantie moet worden verstrekt. Binda betwijfelt of dit haalbaar is. De vraag rijst als deze termijn niet te kort is. De vereiste gegevens zullen via het ASIS-systeem digitaal verzonden moeten worden naar IMPEX. IMPEX zal de verstrekte gegevens aan de hand van een watchlist de ladingen kunnen controleren. Het is gebruikelijk dat bij informatieverschaffing minimaal een termijn van 48 uur wordt gehanteerd. Hierdoor heeft de IMPEX de tijd om eventueel verdachte ladingen of bewegingen van criminelen te controleren of te detecteren. Wanneer de ontwerpwet voorafgaande vrachtinformatieverstrekking 2021 is aangenomen, zal het ministerie van Financiën en Planning belast worden met de uitvoering ervan.